Diana, dit is al zeker de derde video die we met elkaar maken. En we hebben al heel veel meegemaakt. En ik wil graag de volgende stap met je zetten. Het is birthday, birthday, elke dag is birthday. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op birthday. Hey allemaal! Hey! Op vele verzoek is hier weer terug in de house Diana, oftewel Die is voor Dazzel. Yay! Mocht je Diana niet kennen, ze maakt hele leuke beauty, lifestyle, fashion, video's en vlogs. Ja. Dus klik even op Diana, dan kun je haar kanaal checken. Maar Diana is hier vandaag voor een hele speciale challenge, want als wij bij elkaar zijn, dan is het natuurlijk tijd voor een challenge. En dat is vandaag de... Photobooth Challenge! Yeah, hij is zo vaak jullie aangevraagd dat we hem wel moesten doen. Ook echt met jou. Het was gewoon Photobooth Challenge met Diana. Het is heel erg simpel. We starten zo meteen het programma Photobooth op, wat op iedere Mac staat. Daarmee kun je gezicht vervormen, effecten toepassen. En je mag niet lachen. Dat is eigenlijk de opdracht. En ik weet nu al, het wordt een fantastisch succes. Ja, echt iets voor ons dit. Dus ik zit nu al naar het schermpje zeg maar, van mijn camera te kijken en ik moet al lachen. Dus laten we de laptop erbij pakken, die ligt hier. Nou, ik heb vandaag een tutorial voor jullie. Ik ga jullie laten zien hoe je grote ogen kan maken. Het is eigenlijk heel erg simpel. Je pakt gewoon een kwastje en kijk haar, kijk haar. Ja, ik heb eigenlijk het volume dat ik wil. Oh. Ik weet niet wat enger is, met of zonder. Nou, ik gebruik gewoon Merlin. Als je een blind date hebt met iemand en dat je dus eerst zo zit en dan ineens... Dat is echt heel creepy. Ik ben echt een soort Chernobyl. We zijn op de fotoshoot, Diane. En Brett. We're models, born as models. Strike a pose. Next top model. Ja. Diana, dit is al zeker de derde video die we met elkaar maken. En we hebben al heel veel meegemaakt. En ik wil graag de volgende stap met je zetten. Dus ik wil je vragen. Wil je met me? Ja. Ja? Ja, het is aan. Is het aan? Ja. Nou, ik krijg je even terug. Wat zeg jij? Oké, ik zei nog zo, hè? Ik wil kip. Ik wil geen gehakt, man. Ik wil kip. Die aan de koezie. Wow, Shakira! Shakira! Oh yes, zijn samen zwanger. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Wow! Oh! Oh! Welkom in de Efteling. My even plan will take off and say what? Houten achtbanen zijn zo boring. Ik heb altijd al een keer moest van mezelf willen tonnen. Oké. Nee, je bent niet aan de drugs, je zit gewoon aan fotobooth challenge te kijken.
Tot zover de Fotoboef Challenge. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En check ook even Diana de kanaal, want daar hebben we de Sims Challenge gedaan. Echt spectaculair was die. Ja, die is echt heel goed gelukt. Dus ja, klik gewoon even Diana, dan ga je naar de video of check de beschrijving. Bedankt voor het kijken. En ik wil graag van jullie horen wie er nou uiteindelijk gewonnen heeft van ons, deze challenge. Want we hebben niet echt behouden aan de challenge eigenlijk, zoals gewoonlijk. Maar jullie mogen dus bepalen wie er het beste was. Het beste met wat? Weet ik niet, maar bepaal het maar. En dan zie ik jullie heel graag volgende Thursday. Dus bedankt voor het kijken. Doei! Doeg!